Hallo, welkom bij Sensation Massagepraktijk. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik je heel kort laten zien wat fascia stretching inhoudt. Omdat het zo onbekend is in Nederland, kan ik me voorstellen dat je er geen idee van hebt hoe het werkt. Dus daarom ga ik het je letterlijk vandaag aan de hand van een voorbeeld laten zien. Als jij gaat stretchen, dan doe je dat op de volgende manier. Ik ga het uitleggen aan de hand van mijn vinger. Doe je vinger omhoog en je legt je andere vinger er tegenaan. En vervolgens ga je je vinger naar achter duwen tot je weerstand voelt. Van hieruit ga je langzaam steeds een beetje verder duwen om het weefsel zacht te maken, zodat je steeds leniger wordt in de spieren. Dat is wat we kennen en wat we doen. Bij fascia stretching stretch je niet alleen de spieren. Je stretcht ook de hele kapsel, de ligamenten, eigenlijk alle weefsels die in je lichaam zijn. En wat er nu gebeurt is, je vinger gaat omhoog, je legt je hand eromheen, je trekt je vinger omhoog en je duwt hem naar achter. En als je dan ziet, dan is de stretch dieper als dat je het op de ouderwetse manier doet. Dat was mijn uitleg in een notendop. Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak. Kom bij me langs, dan ga ik het je laten voelen hoe het werkt en wat het voor jou kan betekenen. Lees mijn blog, daar kun je meer informatie over fascia stretching vinden. En ik zeg tot de volgende keer.